Mijn naam is Robert-Jan Verkes. Sinds 1998 ben ik werkzaam als psychiater op het Radboud UMC. Ik ben hoogleraar forensische psychiatrie en wetenschappelijk onderzoeker op het Donders Instituut voor Brain, Cognition en Behavior. Op de polykliniek forensische psychiatrie Kairos behandel ik patiënten met agressieproblemen en met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als deskundige rapporteer ik aan de rechtbank in zogenaamde pro justitia rapportages. Daarbij onderzoek ik of mensen die een ernstig delict gepleegd hebben, dit delict hebben gepleegd onder invloed van een psychiatrische stoornis. Als dat het geval is, kan het zijn dat zo'n persoon ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, dan krijgt hij geen straf, maar moet hij verplicht behandeld worden. Ik doe onderzoek naar problemen in agressieregulatie en impulscontrole. Vooral neurobiologisch onderzoek en farmacologisch onderzoek. Dit is heel erg belangrijk, omdat we daarmee in de toekomst betere behandelingen kunnen bieden. Verder geef ik onderwijs aan studenten van verschillende faculteiten. De geneeskundefaculteit, de rechtenfaculteit, de sociale wetenschappen. Onderwijs geven is erg leuk en leerzaam. En dat geldt ook voor de opleiding van artsassistenten psychiatrie.